De vakmensen van de wereld hebben weer werk naar Den Haag gestuurd voor de verkiezing van de World Press Photo. Hun 2700 prenten vertellen meestal van verdrietige of beschamende dingen, want zo is het wereldnieuws nu eenmaal. Daniel Koning fotografeerde het Biafraantje op de fiets met zijn gewapende vader. De Zweed Malmström zag dit in een jongenskamp van de El Fatah in Jordanië. De Duitse Hans-Jörg Anders maakte in Belfast de beste persfoto van het jaar. De beste Nederlandse werd deze foto van Karel Vereken bij het Antillenhuis in Den Haag. Maar ook aangenamer onderwerpen herleven bij het bekijken van de 2700 inzendingen. De glorie van een rugbywedstrijd bijvoorbeeld. De onverwachte etappewinnares bij de Tour. De onstuimige zeiler waarmee de Rus Alice Hauskas de eerste prijs in de categorie sport won. Trouwens, voor je het weet sta je in de sport in je... Maar zij had het kunnen weten. Hoe minder preuts de wereld wordt, hoe meer het te fotograferen valt. Rudy Herzog won hiermee een speciale prijs. Voor dit ingetogen plaatje kreeg Ruud Hof de eerste prijs voor genrefoto's, een huwelijk in het jaar van de maanvlucht. De maanfoto's zelf achter de jury de beste persfoto's, maar die dongen niet mee.